Hier bij percussieschool Bracumba gebruiken we voor de lesondersteuning ook het een en ander aan elektronica. En in dit filmpje willen we daar één ding speciaal uitlichten, namelijk een app. Een app genaamd Lemur, die draait op een iPad. Gebruiken we om even snel een ritme aan de gang te krijgen. En de VTR, een voice transformer van Roland, gebruiken we om dat soms een heel klein beetje op te leuken. Alleen die voice transformer had graag dat je daar een keyboard aan hing. Nou, die hadden we niet. En dat was de eerste aanleiding om met Lemur op de iPad een keyboard te gaan gebruiken. En daar heb je al een kleine toepassing van gezien. Alleen, soms staat er ook iemand achter die doemdooms die diezelfde VTR wil gebruiken. Het is dichtbij, maar toch onhandig. Dus of de doemdooms verplaatsen of de VTR. Geen zin in. We hebben dus ook met Lemur een zogenaamde remote control gemaakt om die VTR te kunnen bedienen. Hoeven we zomaar de iPad om te draaien. Werkt echt hartstikke mooi. Je ziet dat je als je de pitch gebruikt, dat je nog boven kunt zien wat je doet. Hij valt zelfs ook een beetje van kleur, zodat je ziet dat je die fader vast hebt. Je kan verschillende dingetjes kiezen en dan zie je zelfs een mooi ledje meegaan. Natuurlijk kan je de program changes veranderen. Je kan uiteraard resetten. Hij blijft dan wel knipperen omdat het programma nog niet gereset is. Nu wel. Je kan er eigenlijk een pedaaltje aan hangen. Dan knippert de bypass. Dat doet hij zowel daar als daar. Dat is natuurlijk synchroon, want als hij stopt, stopt hij ook. Ik kan de robot aanzetten. En die kan ik hier uitzetten. En je ziet, het gaat twee kanten in. Kun je ook zo zien. Het gaat absoluut twee kanten in. Hartstikke mooi. Een andere toepassing is dat daarachter in die hoek staat nog een Hansonic. Nou, wil ik die gebruiken, dan maak ik daar plaats en ga ik daar zitten natuurlijk. Maar soms ben ik al tevreden als ik een paar klankjes hier zou hebben. En weer gaf Lemur de oplossing. Want als ik nu hier die zes petjes gebruik, dan hoor je de klanken die daarachter bij de Hansonic vandaan komen. Dat is op zich niet zo spectaculair, hè? Zes petjes, daar kun je wel voorstellen dat je dat kunt maken. Het volume kun je regelen. Kijk maar. Maar nog eens een keer heeft een andere gebruiker van deze ruimte die Hansonic helemaal anders ingesteld. En ik wil wel een beetje controle hebben om dat terug te kunnen zetten. Ik vind dat ik dat heel mooi heb kunnen verstoppen met mijn muur. Ik wrijf met mijn handen over het merk Roland HDP 16 en plotseling heb ik de mogelijkheid om mijn program te veranderen, zelfs een bank change te doen, hartstikke mooi, omdat het zo klein is, een klein plusje en een minnetje.
om altijd goed uit te komen. Dan nog kan ik soms op die Hansonic zitten 15 of 16 pads en hier ben ik tevreden met 6. En soms wil ik dat toch kunnen veranderen. Dat kan ik doen door pads edit te kiezen. Ik kies hier een klank. En die heb ik nou daar. Ik kies hier een andere klank. En die heb ik nou daar. Ik kies hier. Ben ik tevreden, dan heb ik mijn klanken gereset. Die Hansonic kent ook nog een aantal knoppen. Realtime, waarmee je realtime de zaken kunt veranderen. Ik kan bijvoorbeeld het level veranderen. Of de pitch veranderen. En de pan natuurlijk veranderen. Lemuur heeft ook nog de mogelijkheid om met dit soort controllers twee dingen in één te kunnen veranderen. En heel mooi is dat als ik daar de wrijving van afzet, ik geef hem een duwtje. Dan blijft hij dat doen. Ja, prachtig. Wil ik al die mogelijkheden niet zien, dan wil ik de friction weer terug aanzetten zodat de bal stil komt te staan. Dan kan ik weer zorgen dat dat weggaat met één wrijf over de knop. En alles ziet er weer strak uit. Oh, ik heb een paar dingen ingesteld waar ik spijt van heb. Dan kan ik met All Notes Off en Reset All Controllers zorgen dat alles weer klinkt zoals ik wou. Maar de allermooiste toepassing, vind ik, is de toepassing van de TR-8. De TR-8 is een geweldig machine. Kun je dan een beat mee maken. Dat is niet zo spectaculair. Maar wat zou het mooi zijn als je de decay en de tune van de hi-hat zou kunnen regelen. Die kun je regelen. Kun je hier zien. Maar ik zou hem zo ontzettend graag in de sequence willen kunnen regelen. Ik kan 16 stappen doen. Ik kan twee keer 16 stappen doen. A en B. Als ik nu een klein beetje ga spelen met mijn pitch. En mijn decay. Dat vind ik niet zo mooi. Deze is een beetje te hoog. Maar zo is het wel oké. Okay. Pas er maar bij. Echt helemaal geweldig. En loop keurig mee. Een enkele keer moet je hem resetten. Dat zit dan hier onder het wieltje. Ga je naar More Settings toe. Zeg je van reset hem een keer. En nu keurig begint hij vooraan als ik het ook doe. En vooraan. Wauw. Dankjewel Lemuur. Want ondertussen heb ik dus de Hansonic nog steeds. Ik heb mijn keyboard nog steeds. Dus ik hier iets mee zou willen doen. Ik ben TR-8 ook vriendelijk mee. En mijn hele VTR kan ik ook nog regelen. En dat alles regelt Lemuur zodanig dat het nog steeds compatible is met een iPad 1. iPad 1. Heerlijk dus om zelf wat controllers op die iPad te slepen zoals jij die wil en die te laten doen wat jij wil. Daar knapt echt je speelplezier en je gebruikersplezier van op in je eigen studio. De muur is wel relatief lastig. Wil je liever wat makkelijker instappen, kun je ook Touch OSC gebruiken. Daar hoef je geen zogenaamde scripting voor te kennen. Scripting is een taal die nog maar net lijkt op onze taal, maar die goed begrepen wordt door computers. Dat is een beetje lastig voor muzikanten, maar goed te doen en de winst is enorm. Baal je ervan? Wil je dat niet? Maar wil je wel regelaars op je iPad zelf kunnen maken en toepassen, toewijzen, kun je ook Touch OSC gebruiken. Dit was het praatje van de muur in
onze studio percussieschool Baratumba.